En we zijn er natuurlijk heel erg goed in. Onze collega's van de NOS laten u ieder jaar weer de meest fantastische wereld- en Europese kampioenschappen zien. Maar aan het eind van het seizoen is het de beurt aan Veronica met het ijsgala. Een ijsgala dat natuurlijk in het teken staat van drievoudig Olympisch kampioene Yvonne van Gennep. De oude glorie komt nog één keer aan bod, onder aanvoering van niemand minder dan Art Schenk. Maar de jeugd heeft de toekomst. Misschien krabbelt hier een toekomstig kampioen. De huidige wereldtop geeft zowel bij de dames als bij de heren acte présence. Onze speciale gast, W.A. van Buren. Zo'n ijsgala is dé gelegenheid voor tweevoudig wereldkampioen Hein Vergeer om afscheid te nemen. Hij wordt uitgeluid door Hilbert van der Duim, die vanavond misschien wel de grootste prestatie levert. Vanuit het Tialf-ijsstadion in Heerenveen is dit Veronica's ijsgala met de 500 meter voor dames en heren. Een mini-Elfstedentocht. Een 1500 meter voor gewestelijke ploegen. De 100 meter voor drietallen. Een koppelkoers. En een ploegenachtervolging. En bij schaatswedstrijden in het Friese Tialf is er altijd een boerenblaaskapel. Ons eerste onderdeel, de 500 meter. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Zilveren medaillewinnaar Jan Ikema. Ja, het ijs ligt er weer net zo goed bij als vorig jaar. En wat dat betreft zijn er goede tijden te verwachten. Er doen maar 8 mensen mee op de 500 meter. Maar het zijn wel de 8 snelsten. En die moeten onderling uitmaken wie hier gaat winnen. En ik denk dat een tijd in de 36 wel mogelijk is. In Calgary ontdeed Jan Ikema zich definitief van de status tuimelaar. In Heerenveen wil hij dat bewijzen. Gereed voor de eerste rit op de 500 meter, heren. Jan Ikema en Dan Jensen. Dan Jensen, de wereldkampioen van West-Ellis 1988... tegen de zilveren medaillewinnaar van Calgary, Jan Ikema. Zij staan gereed voor de start. De benen van Dan Jensen in beeld. En nu moet die explosie komen. Jawel, iets langzaam weg had ik toch de indruk van Jensen. En Ikema, ja, die gaat voorlopig nog even goed mee. We gaan kijken naar de 100 meter tijden. De 100 meter tijden die moeten dan onder die 10 seconden liggen, wil het goed zijn. 9,89 voor Jensen, dat kan. Maar Ikema met 10. Die stelt toch wat teleur en loopt ook niet echt lekker die buitenbocht. Jensen, dat gaat goed zeg. Beide armen flink zwaaiend op weg naar de buitenbocht. Terwijl Ikema weer zijn bekende slag laat lopen. Maar dat zit er nu natuurlijk in. Ikema op weg naar de binnenbaan. Maar Jensen loopt die buitenbaan als een plaatje. Fantastisch. Ikema, blijft hij bij of niet? Hij blijft binnen in de baan in ieder geval. En nu gaan we kijken naar de eindtijden. Het baanrecord is 36,55. Dat haalt Dan Jensen niet. Hij komt uit op 37,23. Terwijl Jan Ikema op 37,55 finisht. En dat is toch wat tegenvallend. Hoewel, het publiek vindt het natuurlijk schitterend, uitgedost als men is. Handtekeningen uitdelen, ook dat hoort erbij.